DHL heeft sociale innovatie toegepast om twee redenen. Aan de ene kant zeg maar de huidige situatie te verbeteren, de mensen meer kennis, meer ervaring en meer zelfstandigheid zeg maar te geven. En aan de andere kant willen wij op het moment dat onze klant zeg maar het contract verbreekt, in dit geval bij ons 2013, kan het dus zijn als wij geen nieuwe klant hebben, dat wij onze medewerkers moeten ontslaan. En dan zijn ze dus beter voorbereid met hun opleiding, zeg maar een MBO2 opleiding, op hun toekomst met werkervaring en een landelijk erkend diploma. DHL heeft de sociale innovatie toegepast op twee manieren eigenlijk. Aan de ene kant zeg maar door de opleiding, het vergroten van de kennis en ervaring van de medewerkers in de huidige processen. Daardoor verwachten wij ook, en dat merken we ook, dat de medewerkers gewoon veel zelfstandiger kunnen werken. Zelf de problemen die er zijn op gaan lossen en met elkaar eigenlijk het probleem proberen te tackelen zonder dat daar te veel bemoeienis van het management daarboven is. Want zij zijn uiteindelijk degene die de vakkennis hebben en het werk moeten doen, dus dat is alleen maar goed voor ons. De doelstelling voor mij met deze opleiding is om het niveau van supervisor te halen en met uiteindelijk het doel om supervisor te worden.